is er weer een nieuwe podcast. Je kunt kijken en luisteren wat je maar wil. Vandaag staan we op het kerkpleintje in Den Bosch. Het is weer lekker weer, dus we kunnen gewoon praten zoveel als we willen. Geen enkel probleem. Het is bijna zover. En nog anderhalve week... En dan gaan de mensen stemmen. Super spannend. Ja, en dat is ook de reden. Vind ik heel erg leuk, want we gaan vandaag gewoon jou helemaal ondervragen. Alle CIA-vragen die er zijn, die gaan we op jou afvuren. Want iedereen moet natuurlijk eigenlijk weten wie ben jij en waar sta je voor. Ja. Iedereen die ook nog nooit van de Bosse Groene gehoord heeft. Nou, waar kom je in terecht? Jij bent een lijsttrekker. Op dit moment is er oorlog. Oekraïne, in hoeverre heeft dat ook impact op de lokale politiek? Nou ja, laat ik beginnen met wat impact het heeft op mij, hè, als mens. Die beelden zijn wel echt heel indringend, zeg maar. Ik ben zelf moeder van twee kinderen. Ik heb een meisje en een jongen. Een meisje van 8, wordt maandag 9. En een jongetje van 10. En dan komen die beelden wel heel erg binnen. Hè? Ouders die op de vlucht geslagen zijn. Ja. Vaders en moeders die uit elkaar getrokken worden. Hè? De vaders moeten achterblijven om te vechten. Ja, het is hartverscheurend natuurlijk. Ja. Ja. En wat merk je, wat kunnen wij daar als gemeente Den Bosch aan doen? Hoe staan jullie erin? Nou ja, goed, weet je, waarschijnlijk komt natuurlijk een hele groep vluchtelingen ook onze kant op. En ik vind dat wij die gewoon met open armen moeten ontvangen. Hè? De Bosse Groen is een partij die gastvrij is voor iedereen. En voor Bossenaren, maar ook voor mensen van elders. En wij vinden gewoon dat als Den Bosch klaar moeten staan om deze mensen gewoon een goed onderkomen te kunnen bieden. Dus daar gaan wij voor, ja. Je bent lijsttrekker. Hoe is het op dit moment om lijsttrekker te zijn? Want volgens mij is het best wel een pittige klus. Ja, ik denk dat mensen dat niet altijd goed beseffen hoe hard het werken is voor een partij tijdens deze campagne. Je begint al een half jaar van tevoren met het uitdenken van een idee. Ik ben eigenlijk al heel lang mee bezig. Van hoe kun je nou je verhaal, je boodschap overbrengen aan mensen die op zoek zijn naar een politieke partij om een stem aan te geven. Dus ja, er zijn hele intensieve weken. Met een heel team natuurlijk. Hè. De partij groeit. Dus ja, er komen steeds meer mensen bij. En we zijn heel dankbaar. Ik ben heel dankbaar voor iedereen die zijn schouders eronder zet. En om te komen tot een mooi resultaat. Kijk, maar hoe is het voor jou om lijsttrekker te zijn? Nou kijk, als lijsttrekker, ik ben zelf nu 12 jaar actief voor de Bosse Groene. Ik heb de partij opgericht met een aantal mensen om me heen natuurlijk. En ik voel die verantwoordelijkheid voor die partij voel ik wel heel stevig, zeg maar. Ja. En het is ook wel zo dat mensen ook wel een beetje naar mij kijken van ja Judith, wat zullen we doen? Waar gaan we naartoe? Wat vind jij, zeg maar? Dus die verantwoordelijkheid voel ik zelf wel erg naar de club, naar de partij en naar de mensen om me heen, zeg maar. Dus ja. En als ik jou vraag, wat drijf je nou? Want je zegt, je doet het al jaren en jaren, ja. Maar wat drijft jou? Ja, liefde voor de stad. Ik vind de stad fantastisch en ik ben echt een sociaal dier. Ik vind het heel leuk om met mensen bezig te zijn, in gesprek te zijn met mensen. Ja, en ik ben echt wel iemand van een probleemoplosser, zeg maar. Ik vind het heel belangrijk dat burgers die een probleem hebben, dat die gewoon een oor vinden die luistert, zeg maar. En die hun probleem ook serieus neemt en het wil oplossen. En in die zin kennen mensen ook mij, Judith Hendricks, maar ook de partij als een club waar ze terecht kunnen. We zijn echt de ombudspartij. Dus ja. Mensen die te hoop lopen tegen de bureaucratie. Zo'n stadhuis. Ja, ik heb mijn problemen. Waar moet ik zijn? Nou goed, stap ik op een fiets. Kom ik langs. Ga ik in gesprek. Ga ik een kopje koffie drinken. En gaan we kijken hoe we dingen kunnen oplossen. Dus dat is eigenlijk wat de Bosse Groene ook wel onderscheidt, denk ik, van andere partijen. Oplospartij. Oplospartij, nabijheid. Je kunt me berichten, een berichtje sturen, appen, whatever. Ik weet, je springt gewoon ook echt op de fietsen. Maar waar haal je al die energie vandaan? Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Ja, kijk, het geeft me ook heel veel energie. Kijk, in dit werk, hè, wat je doet met die partij, kun je alleen maar doen als je ook wat terugkrijgt, zeg maar. En ik vind het super tof om die rol te vervullen voor mensen, om mensen te kunnen helpen. De dankbaarheid die je daarvoor krijgt is vaak heel erg groot. Ja, ik leer steeds meer nieuwe mensen kennen. Ik vind het gewoon heel erg leuk en dankbaar werk en belangrijk werk. Hè? Het doet ertoe wat je doet. Ja. Dat vind ik voor mij als persoon is dat heel belangrijk. Van ik wil iets doen wat ertoe doet, wat verschil maakt, waarin ik mensen kan helpen. Iets maatschappelijks. Nou ja, goed, en dat heb ik wel gevonden in de Bosse Groene. Ja. Als je naar achterom kijkt, hè, naar al die politieke jaren dat je er al in zit en in de gemeenteraad, in de oppositie. Wat is voor jou de afgelopen tijd, wat was nou echt een dieptepunt? Dat je zag, Jezus.
Nou ja, kijk, als ik dan naar de afgelopen 4 jaar kijk, dan is wat mij betreft het dieptepunt wel dat het op de een of andere manier de samenwerking tussen de oppositie en de coalitie, zeg maar, gewoon eigenlijk niet of nauwelijks tot stand komt. Dus wij zijn een partij, we dienen heel veel voorstellen in, ideeën, alternatieven, plannen. We zijn niet de antipartij, maar juist constructief meedenken. Wat kan er wel? Wat kan er wel? En dan bied je die plannen aan en is het eigenlijk, ja, vind je nee, zeg maar, op je pad. En dat vind ik wel, ja, vind ik echt heel jammer. Want het doet ook niet alleen iets met onze partij, maar ook de sfeer in de raad. Je moet constructief met elkaar willen samenwerken. We doen het allemaal voor uit liefde voor de stad. In ieder geval, daar ga ik vanuit. Ja, ja. Dus ik wil voor de volgende 4 jaar vind ik dat we daar weer in moeten gaan investeren. Dus ik hoop echt een stadsbestuur te vinden die weer gewoon, ja, samen dingen voor elkaar wil krijgen. Want die jaren daarvoor, we zitten er 12 jaar voor de Bossen Groenen, heb ik eigenlijk heel fijn kunnen samenwerken met alle colleges die daar zaten. Alle wethouders, raadsfracties. Was gewoon een prettige sfeer, zeg maar. En dan krijg je dingen voor elkaar. Krijg je dingen voor elkaar. De partij heeft echt heel veel voor elkaar gekregen. Dan hebben we deze periode ook voor elkaar dingen voor elkaar gekregen. Hè. De Van Berkelstraat. Ik denk dat het afsluiten van de Van Berkelstraat is wel een van onze hoogtepunten. Ja. Iets wat we al heel lang wilden. En we hebben een actie gevoerd met een aantal bewoners. Ja, dat heeft geleid tot afsluiting van de straat. Dus dat vind ik wel een hoogtepunt, zeg maar. Maar zo zijn er nog meer? Ja, een verkeersactie op Noord hebben we ook gehad. Noord is een van de meest onveilige wijken als het gaat om verkeer. Rotondes, veel aanrijdingen. Nou ja, we hebben met de bewoners en wijkvertegenwoordigers ook een actie daar gevoerd. En dat heeft nu geleid tot een werkgroep van gemeente en buurtbewoners die kijken naar constructieve oplossingen. Dus daar ben ik ook echt heel blij mee, zeg maar. Dus daar ligt ook een heel mooi succes, denk ik. Ja. Voor de wijk, maar ook in samenwerking met de partij. Dus dat zijn 2 leuke dingen die we hebben kunnen doen. Ja. Als je nu kijkt naar het politieke veld, wat vind jij dat er sowieso moet veranderen? Want je had het net al een beetje over de bestuurscultuur. Ja, kijk, in de Tweede Kamer wordt de discussie vaak gevoerd. En er gaat nu natuurlijk veel over Oekraïne. Maar daarvoor is de discussie door de Omzicht-affaire natuurlijk veel over de bestuurscultuur. Ja, en wat mij betreft verandert die bestuurscultuur in Den Bosch ook. We hebben op maandag voor de raadsvergadering is er coalitieoverleg. Dat wil zeggen, alle coalitiepartijen gaan met elkaar kijken welke plannen ze wel en niet steunen. Dus nog voordat het debat heeft plaatsgevonden... Is er al een standpunt? Is alles al dichtgetimmerd? Is het dichtgetimmerd? Nou, dat kan dus echt niet meer. Het is 2022, ja. Dus dat moet echt overboord. Dus veel meer kijken, want als je met heel veel partijen zijn, want er komen steeds meer partijen bij, betekent ook met wisselende meerderheden moet gaan kijken van of een plan wel of niet kan rekenen op steun. Ja. De Bossen Groenen steunt denk ik zo'n 85% van alle voorstellen die vanuit het college komen. Dus wij zijn echt een constructieve partij. Maar ja, soms zijn er ook voorstellen waarvan we zeggen dat willen we niet. Of we komen met suggesties. En dan is het gewoon heel jammer dat je zo'n bestuurscultuur hebt. En dat er eigenlijk geen ruimte is voor de oppositie om te komen met een voorstel. Mm-hmm. Terwijl we met z'n allen keihard werken en meedenken. En natuurlijk ook wat willen zeggen en vinden. En stel nou, hè, mensen die denken, oké, we gaan stemmen op de Bossen Groenen. Ja. Dan is er een hoog vrouwengehalte. Ja, wij hebben, dat is wel heel bijzonder. Waar ik altijd merk dat bij andere partijen het ongelooflijk lastig blijkt om vrouwen op de kieslijst te krijgen. Hebben wij eigenlijk gewoon heel veel vrouwen die bij ons op de kieslijst komen. Hoef ik helemaal moeite voor te doen. Ja, dus als je op de Groene stemt, dan weet je eigenlijk, er komt sowieso een vrouw. 9 van de 10 vrouwen op onze koplijst zijn vrouwen. En ik had graag ook wat mannen erbij gewild. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel, het hoeft maar echt niet per se maar vrouwen te zijn. Maar het geeft wel wat aan dat wij wel een partij zijn die gewoon, waar vrouwen zich gewoon ook wel prettig bij voelen. Dus wij brengen heel veel vrouwen in de raad mee. Ja, ja. Want wat gebeurt er nu? Afgelopen 4 jaar heb je een college van BNW en daar zitten dus alleen maar mannen in. Ja, stuitend. Ja, stuitend. Anno 2022 hebben wij een college met 5 mannen. Ja. En een mannelijke burgemeester als kers op de taart. Nou, dat is natuurlijk echt. Kan anders, hè? Als het gaat om diversiteitsbeleid, verhouding man-vrouw, ja, ziet dat er natuurlijk niet uit. Nee. Het is ook gewoon voor de teamspirit niet goed. Want de afgelopen 4 jaar vind ik de sfeer in de raad echt beneden het vriespunt, zeg maar. Ja. Dat vind niet alleen ik, dat vinden heel veel politieke partijen. Ik denk ook dat dat te maken heeft met het feit dat in het college er
zo weinig vrouwen zijn, die brengen gewoon een andere, iets anders met zich mee. Dus een goed team functioneert op het moment dat het divers is. Dat, ja, goede dat het in balans is in en balans nu is het niet in balans. Nee, en ik denk, het zou mede oorzaak kunnen zijn voor toch de stugge verhouding op dit moment tussen coalitie en oppositie. Ja. Helder verhaal. Als je het hebt over het vertrouwen. Veel burgers hebben het vertrouwen in de politiek, zijn ze gewoon verloren. Ja. Hoe ja. kun jij dat terugbrengen? Ja. Nou ja. Niet alleen jij, je bent natuurlijk geen heilige maagd Maria, maar ik bedoel, hoe kun je meehelpen om het terug te krijgen? Nou ja, ik heb wel mijn plaatsvervangende schaamte afgelopen 4 jaar in de bankjes gezeten in de raad, waarin groepen burgers gewoon volkomen afgehaakt zijn. Die komen bij ons inspreken, die hebben een probleem. En het wordt gewoon niet geluisterd. Er komt een burgerinitiatief voor het Prins Hendrik Park. Mm-hmm. Want er komen torens. Die mensen zeggen niet, we willen het niet. Ze zeggen, we willen wel iets anders. Misschien kijk eens een alternatief. Een heel redelijk verhaal. Het wordt gewoon zo van tafel geveegd. De poort hè, op Noord, jongerencentrum, vrijwilligersorganisatie, die gewoon ontmanteld wordt door de gemeente. Omdat ze zeggen, ja, dat functioneert niet. Terwijl ik denk, ja, ho. Heel Noord is overstuur. En terecht. Ja. Nou ja, goed. En zo zijn er allerlei voorbeelden. Ook het voorbeeld van het Annapark. Mensen wilden daar bouwen. 16 appartementen in het park. Ja, ik snap heel goed dat die mensen dat niet willen. En wij zeggen ook als politieke partij. Met een groeiende stad heb je ook behoefte aan kwalitatief hoogwaardige buitenruimtes. Dus parken, mm-hmm. groen. Superbelangrijk. En er komt een mediation traject uit het traject en een onafhankelijk onderzoek. Het onderzoek zegt, je moet niet bouwen in het park, is een onzalig plan. En het college gaat gewoon door. En de hele gemeente en de gemeenteraad staat daar gewoon achter. Die bewoners zijn echt volkomen afgehaakt. En zo zijn er steeds meer groepen bewoners die dus geen luisterend oor vinden. En dat vind ik een hele grote punt van zorg. Dus wij moeten echt daar anders mee omgaan. Wij zijn echt een partij die vinden dat we de stad moeten bouwen samen met de inwoners. Die weten vaak ontzettend goed mm-hmm. hoe een eigen wijk in elkaar zit. Wat er nodig is, wat er kan. Wat er nodig is in die wijken. Ja. Je hebt natuurlijk corona gehad. Ja. De boel is na 10 jaar neoliberalisme gewoon wegbezuinigd. Dus er is eigenlijk heel weinig nog, want we hebben allemaal weggewerkt. Wat is er nou heel simpel al te doen vanuit de Bosse Groene? Dat je zegt, nou, als we dit alvast in die wijken doen, dan zetten we een stap vooruit in plaats van achteruit. Nou ja, goed. Kijk, iedere wijk. Ik vind dat je in ieder geval moet werken met wijkgerichte plannen, zeg maar. Dus je moet niet alleen maar iets doen op het gebied van wonen. Of alleen maar iets doen op het gebied van groen. Je moet integraal kijken naar een wijk. Iedere wijk is anders. Hè? En dat betekent dat je moet kijken, wat is er nodig, zeg maar. En dat wat er nodig is, bepalen ook burgers. Hè? Ja. Nou, die weten heel vaak heel goed wat er nodig is. En je hebt gelijk, hè? De afgelopen 10 jaar is er ongelooflijk veel bezuinigd. En daar plukken we nu de wrange vruchten van. Ja. Een grotere groep, zeg maar. Dus het zou toch heerlijk zijn als burgers of als bewoners ook weer gewoon een kopje koffie in hun eigen buurt kunnen doen. En dan kun je volgens mij in een wijkcentrum, maar je kunt het ook heel kleinschalig mini doen. Als je het maar regelt, als het maar een plekje is. Ja, wij willen heel graag in elke wijk een koffietentje. We hebben volgens mij heel veel mensen kennen het theehuis Bloem hè, in het mm-hmm. Prins Hendrik Park. Nou, daar hebben wij mede geholpen, zeg maar, dat het daar van de grond is gekomen. We hebben natuurlijk nu het brugwachtershuisje. Waar een leuk koffietentje is. Waarom in iedere wijk een buurt niet? Waarom niet in Beatrixpark op West? Ja. Ook die mensen gun ik een plek, een ontmoetingsruimte, laagdrempelig, waar verschillende mensen elkaar weer kunnen treffen. En waar je het ook gewoon kunt betalen, hè? Gewoon kunt betalen. Geen high-tech, koffie, 3 latte, torens. Niet een commercieel verdienmodel wat centraal staat, maar gewoon een plek waar mensen kunnen ontmoeten. Imke van Dillen, hè? Ja. Die bij ons op de gast was, had het natuurlijk daar al over, hè? Dus hoe kun je nou weer zorgen dat plekken weer, gewoon dat je elkaar ontmoet. Exact. We zijn mensen. Mensen, ja. Voor de kiezers, want daar zijn we mee bezig. Ja. De kiezers, nog in het kort. Kijk, we zijn groen, dat is duidelijk. Ja. En groen is doen. Ja. Maar nou ben ik heel nieuwsgierig, want heel veel mensen zeggen, ja, leuk. Maar wat is nou het verschil tussen de Bosse Groene en bijvoorbeeld GroenLinks? Nou ja, goed, wij zijn, wat ik net al aangaf, echt een ombudspartij. Dus wij zijn echt een oplossingenpartij. Nabijheid, in de wijken, in de buurten, in gesprek. Dat is wat wij doen en waar wij voor staan. Terwijl GroenLinks is meer een partij die zit op bestuur. Hè, het leveren van een bestuurder. Dat is denk ik een belangrijk verschil. Ja, wat ik heel vreemd van was in een gemeenteraadsvergadering dat zij stemden voor meer vee in plaats van minder vee.
Ja, dat zijn van die rare dingen. Kijk, je verwacht. Wat gewoon heel gek is, is dat er een partij is die groen is, die een groen programma heeft. En als je dan komt met groene voorstellen, tegenstemmen. Ja, dat ja, is... daar begrijpen mensen volgens mij helemaal niks van. Dus dat zijn dingen die wij wel proberen, die moeten veranderen. Dus ja. Als wij in het college komen, gaan wij dat niet op die manier doen. Dat lijkt Kijk, mij... Kijk, hoppakee. Tot slot. Ja. Wat ga jij Den Bosch geven? Want je wil regeren. Je wil mee in de... Nou ja, de partij is er klaar voor. We hebben 12 jaar in oppositiebankjes gezeten. Ik denk dat de stad klaar is voor de Bosse Groenen. En wij zijn er ook klaar voor. Dus wij doen graag mee, tuurlijk. Ja. Kijk, ja. Dit is helemaal niet de laatste podcast. Hè? Want wij gaan na de verkiezingen gewoon door. Ja, hè? Zeker. Want dit is geen hip gebeuren van de doen we even. Nee, wij zijn nieuwsgierig wat er in de wijken gebeurt. In de buurt. En wat er aan elkaar gesteld moet worden, gaat gebeuren. Maar voor nu hoop ik dat je in ieder geval een beeld hebt van... Als je op de Bosse Groenen wil stemmen... Dan weet je in ieder geval op wie, wat. En dus gewoon doen. En ga sowieso stemmen, toch? Ja, gewoon sowieso stemmen. Maar... Kijk, als je niet de Bosse Groene... maak gebruik van je stemrecht. Er zijn heel veel landen waarin dat niet kan, jongens. Ja. Wees blij met die vrijheid die we hier in Nederland hebben. Ga naar de stembus. Kies je partij. En het zal leuk zijn als je op ons stemt natuurlijk. Ja. Maar doe gewoon, ga stemmen. En wees een beetje lief voor elkaar. Ja, een beetje lief voor elkaar. Oké, tot de volgende keer. Doei! Doei.